Goedendag, welkom bij dit online webinar van de Academie voor de Rechtspraktijk. Ik ben Laurens van Til, vastgoedadvocaat bij Stijl Advocaten en in het vastgoedrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Ik ben door de Academie voor de Rechtspraktijk gevraagd om de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam van 2 februari 2024 te bespreken. In deze uitspraak heeft de kantonrechter uitgemaakt dat enkel glas een gebrek oplevert. De uitspraak heeft wat stof doen opwaaien, zowel in huurrechtland als in de media. Ik las bijvoorbeeld een artikel van de BNR waarin wordt aangegeven dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor wel 1 miljoen woningen in Nederland, die nog van enkel glas zijn voorzien. En ook kopte het Financieel Dagblad onlangs met een artikel waarin de opmerking wordt gemaakt dat de uitspraak haak zou staan op het huurrechtbeleid van demissionair minister Hugo de Jonge. Dat soort uitspraken dienen wat genuanceerd te worden en dat zal ook wel blijken vandaag en volgt ook uit de uitspraak. Ik zal vandaag in de eerste plaats stilstaan bij de gebrekenregeling. Ik ga vervolgens in op de feiten en omstandigheden in de zaak en ook de belangrijkste rechtsoverwegingen. Ik zal daarbij ook ingaan op het urgenda-arrest waar de kantonrechter ook specifiek naar verwijst. En ik sluit af met wat opmerkingen over het beleid van demissionair minister Hugo de Jonge. Dan begin ik bij de gebrekenregeling. En dan sta ik in de eerste plaats stil bij artikel 7204 lid 2 van het burgerlijk wetboek. Dat is het hart van de gebrekenregeling. Dit artikel omschrijft wat een gebrek in het huurrecht inhoudt. Op de sheets staat het artikel lid voluit geschreven, maar dat dekt niet helemaal de lading. Wat het belangrijkste is, is dat het gebrekenbegrip in het huurrecht een hele ruime betekenis heeft. Het is eigenlijk niet gelijk te stellen met wat we in het normaal spraakgebruik als gebrek zien. En normaal gesproken, als je het over een gebrek hebt, dan denk je al snel aan een bouwgebrek of echt hele concrete tastbare gebreken, zoals scheur in een muur, een dak dat instort. Dat is in het huurrecht anders. Het gebrekenbegrip wordt gekoppeld aan het huurgenot dat een huurder mag hebben. En heel kort gezegd is dat huurgenot, het hebben van een ongestoord genot. Zodra er bepaalde stoornissen in dat huurgenot optreden, dan kan dat leiden tot een gebrek. Dat is dus een hele ruime betekenis. En dat is van belang voor een goed begrip van de zaak. En dat ligt eigenlijk ook ten grondslag aan de conclusies die de kantonrechter trekt. Dan... wat gebeurt er op het moment dat er sprake is van een gebrek? Dan treedt de gebrekenregeling in werking. En het eerste artikel wat dan van belang is, is artikel 7206 van het burgerlijk wetboek. Dat bepaalt dat de verhuurder verplicht is gebreken te verhelpen. Er zijn wat uitzonderingen op het moment dat er sprake is van een onmogelijkheid om het gebrek te verhelpen of het verhelpen van de gebreken hele hoge uitgaven vereisen die niet in redelijke verhouding staan tot de gebreken. Ook kleine herstellingen komen voor rekening van huurder. Een verhuurder is daarvoor dus niet verantwoordelijk. Wat kleine herstellingen zijn, dat wordt omschreven in het besluit kleine herstellingen, dat een lange lijst bevat van wat daar nu wel of niet onder valt. Belangrijk in het kader van het herstel van gebreken is dat als de verhuurder in verzuim is met het verhelpen daarvan, de huurder in beginsel ook zelf gebreken kan herstellen. Daarvoor is in de regel een in gebrekenstelling vereist op basis van de algemene bepalingen in boek 6. De verzuimregeling is dan gewoon van toepassing. Op het moment dat daar sprake van is van verzuim, dan kan de huurder er ook voor kiezen om de gebreken door een derde te laten herstellen en de kosten daarvan op de verhuurder te verhalen.
Dat kan eventueel ook door de huurprijs, of de kosten met de huurprijs te verrekenen. Belangrijk is wel dat het dan om redelijke kosten moet gaan. Het is dus niet zo dat een huurder ervoor kan kiezen om gebreken met de duurste materialen te herstellen. Dat soort kosten komen voor de huurdersrekening. Er zijn aanzienlijke risico's ook verbonden aan het laten uitvoeren van herstelwerkzaamheden door de huurder. Want als achteraf blijkt dat het gebrek niet voor rekening van de verhuurder komt en de huurder heeft bijvoorbeeld zijn huurbetalingsverplichtingen opgeschort of verrekend met de kosten die hij heeft gemaakt, dan zal dat tot een wanprestatie leiden van de zijde van de huurder. Misschien die dus in ernstige mate ook tekort in de nakoming van de huurovereenkomst met alle gevolgen van dien. Wat je in de regel dan ziet, is dat de huurder bij echt omvangrijke herstellingen ervoor kiest om eerst de rechter te vragen om een vervangende machtiging. De grondslag daarvoor is artikel 3.299 van het burgerlijk wetboek, om ja, zo goedkeuring te krijgen voor die herstelwerkzaamheden. Op grond daarvan worden die risico's dan enigszins beperkt. Belangrijk is ook, dat staat niet op de sheets, maar artikel 7207 van het burgerlijk wetboek. Dat bevat een bepaling over huurprijsvermindering. Op het moment dat er gebreken zich voordoen, dan kan de huurder er ook voor kiezen om de huurprijs te verminderen. Naar evenredigheid hè, met het type gebrek. En dat gaat veelal ook hè, voorafgaand aan een dergelijke vordering tot huurprijsvermindering. Wordt de huurbetalingsverplichting ook gedeeltelijk opgeschort door de huurder. Dat brengt ook meteen een bepaald pressiemiddel mee voor de verhuurder om het gebrek te herstellen. Tot slot nog artikel 7208 BW, moet ik nog heel even kort bij stilstaan. Is de verhuurders onder omstandigheden ook aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die optreedt vanwege een gebrek. Daar zijn wel wat strikte vereisten gelden daarvoor. Is dat sprake moet zijn bijvoorbeeld van een gebrek dat bij aanvang van de huur al aanwezig was en waarmee de verhuurder ook bekend was, of bekend hoorde te zijn. Op het moment dat daardoor schade optreedt aan bijvoorbeeld inboedel, hè, denk aan een bepaalde lekkage, hè, waardoor schade optreedt aan inboedel, dan kan de verhuurder daar ook voor aansprakelijk zijn. Nou, dat was de gebrekenregeling. Dan stap ik over op de inhoud van de zaak. Ik zal in de eerste plaats stilstaan bij de feiten. Die zijn vrij simpel. Wat was er aan de orde? Een huurder huurt een woning in een rijksmonument in Amsterdam. De 17e eeuw, 1665, dateert het pand. Betreft een woning op de tweede en derde etage van het pand van ongeveer 75 vierkante meter. Daarvoor wordt een maandelijkse huurprijs betaald van circa 1600 euro. Er zijn een aantal vertrekken in de woning van onvoldoende, volgens de huurder, van onvoldoende isolatie voorzien. Belangrijkste daarin is dat aan de voorzijde van de woning een bepaalde voorzetramen zijn. En die zijn er niet aan de achterzijde van de woning. Aan de achterzijde van de woning is enkel glas aanwezig. De huurder die stelt in verband met die isolatie, gebrekkige isolatie volgens de huurder, dat hij in zijn huurgenot wordt geschaad. En dan spitst het debat zich uiteindelijk ook toe, met name toe op de vraag, hè, is dat enkel glas aan de achterzijde van de woning, levert dat nou een huurrechtelijk gebrek op? Nou, de kantonrechter, ik was vergeten door te klikken, maar dit zijn dan nog de feiten, heel in het kort. De kantonrechter die staat in de eerste plaats stil. Die oordeelt uiteindelijk hè, dat het een gebrek oplevert, dat enkel glas. Om tot die conclusie te komen, staat de kantonrechter in de eerste plaats stil
bij de definitie van het gebrekenbegrip in het huurrecht. Zoals ik net al zei, is dat een hele ruime betekenis. En daarmee wordt het vonnis ook ingeleid. De kantonrechter staat in de eerste plaats stil bij de wetsgeschiedenis en ook het arrest van de Hoge Raad van 27 april 2012. Daarin gaat de Hoge Raad ook uitgebreid in op relevante passages uit de wetsgeschiedenis, waarin wordt bevestigd dat het gebrekenbegrip heel ruim moet worden geïnterpreteerd en in feite alle genots, alle omstandigheden inhoudt die tot een bepaald gebrek aan huurgenot of het missen van huurgenot leidt. Ook in dat kader staat de kantonrechter nog in stil bij wat een huurder nou precies mag verwachten. Dat is een objectieve kwaliteitsnorm, zegt de kantonrechter. Het gaat er niet om, en dat volgt overigens ook uit de parlementaire geschiedenis, maar het gaat er niet om wat een specifieke huurder in een specifiek geval mag verwachten. Nee, het gaat er om wat mag een huurder in zijn algemeenheid van een soortgelijk huurobject verwachten qua huurgenot. Op basis van die ruime definitie van het gebrekenbegrip in het huurrecht komt de kantonrechter uiteindelijk tot de conclusie van deze ruime definitie betekent dat niet alleen materiële gebreken dus als tot huurrechtelijke gebreken kunnen leiden, maar eigenlijk ook ontwikkeling in het gehuurde, maar ook in de omgeving ertoe kunnen leiden dat er sprake is van een gebrek. En dan, dat is de kern van deze zaak, is dat de kantonrechter oordeelt dat niet valt in te zien dat een omslag in het denken in de samenleving over te verwachten genot van een woning daar niet onder zou kunnen vallen. En omdat het in deze kwestie om een vrij oude woning gaat, uit 1665 dus, oordeelt de kantonrechter in het verlengde daarvan dat wat in het verleden normaal was, dat vandaag de dag dat niet meer hoeft te zijn. En ook als een gebrek, als bedoeld in dus artikel 7, 204 lid 2, kan vallen. Deze ruime betekenis leidt ertoe, op basis daarvan haakt de kantonrechter in de eerste plaats aan dat er sprake is van een energiecrisis. En dat er sprake is van een groeiend besef in de maatschappij dat er energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden. Ook de stijging van energiekosten, goede isolatie kan bijdragen aan het dempen van hoge energiekosten. En dat leidt er dan weer toe dat er de woning betaalbaar gehouden wordt. Dus dat speelt allemaal mee in het kader van dat besef ook. En interessant is, en het is eigenlijk het meest spraakmakende in deze zaak, is dat de kantonrechter op basis dus van die hele ruime betekenis van het gebrekenbegrip ook refereert aan het klimaatakkoord Parijs en de daarop volgende klimaattoppen. En in aansluiting daarop ook verwijst naar het Urgenda-arrest. Dat is allemaal in het kader van het groeiend besef dat energiebesparende maatregelen noodzakelijk zijn. Ik zal dan in de eerste plaats nog even stilstaan en terugblikken naar wat zich in de zaak Urgenda voordeed. In die zaak start de actiegroep Stichting Urgenda tegen de Nederlandse staat een procedure om de Nederlandse staat te dwingen de CO2-uitstoot te verminderen. Nou, in het kort oordeelt de rechtbank in 2015 dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft en onrechtmatig gehandeld door onvoldoende tegen de gevaarlijke gevolgen van de klimaatverandering te doen. En dan ontstaat er nog wat discussie in die zaak. Van kan de stichting rechtstreeks beroep doen op artikel 2 en 8 van het EVRM, het recht op het leven, recht op family life. En daarvan zegt de rechtbank nee, dat kan niet. Want de stichting wordt niet rechtstreeks in bepaalde belangen geraakt. De Nederlandse staat gaat in beroep
En bij het hof wordt de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd, maar het hof doet daar nog een schepje bovenop en die zegt de stichting kan wel degelijk rechtstreeks een beroep op artikel 2 en 8 van het EVRM doen. De Nederlandse staat gaat nog in cassatie, maar het cassatieberoep wordt afgewezen. Ze heeft de hofuitspraak inmiddels kracht van gewijzigde. Inmiddels kan ook gedacht worden aan andere zaken, zoals de Shell-uitspraak. Dat betreft een zaak die is gestart door Milieudefensie, waarin Milieudefensie heeft gevorderd dat Shell wordt verplicht om zich te conformeren aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft geleid tot een veroordelend vonnis, een heel vrij, zeer ingrijpend vonnis voor Shell, waarin Shell wordt veroordeeld van oké, je moet je CO2-uitstoot terugdringen met wel 45% in 2030 ten opzichte van 2019. En dat is zelfs een resultaatsverplichting voor Shell. En daarnaast wordt Shell, bepaalt de rechtbank dat Shell ook een zeer zwaarwegende inspanningsverplichting heeft om de CO2-uitstoot van toeleveranciers en afnemers terug te dringen. Maar die zaak loopt nog in hoger beroep. En in september dit jaar wordt daar een uitspraak in verwacht. ING-zaak, dat is een zaak die is gestart ook door Milieudefensie. Dat is een zaak die nog loopt en daar is ook nog geen uitspraak in geweest. Maar daar wordt eenzelfde soort claim door de Milieudefensie neergelegd. Het is niet zo, een verhuurder is natuurlijk niet gelijk te stellen met de staat of een grote concern als Shell en ING. Maar deze uitspraken en ook de Urgenda-zaak laten wel zien hoe groot en wat voor impact het klimaat en de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering hebben in onze maatschappij. En dat is ook weer terug te brengen op de zaak die we vandaag bespreken. En waarom de kantonrechter naar de Urgenda-zaak specifiek verwijst, is omdat dat groeiend besef dus aanwezig is. En de gedachte is dat op het moment dat er sprake is van gebreken die eigenlijk haak staan op het bereiken van de vrij vergaande doelen die wij ons hebben gesteld. Inmiddels heeft Nederland de intentie om in 2030 de CO2-uitstoot met wel 55% terug te dringen ten opzichte van 2019. Het streven is zelfs 60%. En in 2050 moet Nederland energie neutraal zijn. Dat is het streven, dat is de wens. En dat is allemaal van belang om die gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Deze noodzaak, het groeiend besef daarachter, dat is allemaal te herleiden ook weer tot het gebrekenbegrip in het huurrecht. En die ruime betekenis die dat heeft. En de veranderende perceptie en visies van de gemiddelde burger in Nederland. Dus op het moment dat daar het gehuurde dat soort energiebesparende maatregelen belemmert, kan dat ook worden meegenomen in dat gebrekenbegrip. En dat is in feite het meest essentiële van deze uitspraak. Dan wil ik wel nog graag bespreken of deze uitspraak nu in alle gevallen zal leiden tot de conclusie dat een enkel glas als gebrek kwalificeert. Dat is niet het geval. Dat zal nog steeds per geval moeten worden beoordeeld. En dat volgt ook wel uit de uitspraak zelf. De kantonrechter benadrukt namelijk in het vonnis dat het enkele feit dat een isolatie van een woning kan worden verbeterd, dat niet meteen betekent dat er sprake is van een gebrek. Belangrijk daarin is ook dat bijvoorbeeld het gebrekenboek van de huurcommissie, dat is een beleidsdocument op basis waarvan de huurcommissie bepaalt van wat is nu een gebrek en wat voor huurprijsvermindering dient daaraan te worden gekoppeld. En dat gebrekenboek, en de nieuwste versie daarvan, is in januari 2024 verschenen, dat daarin wordt het enkel glas niet afzonderlijk als een gebrek benoemd. Dus het is nog steeds niet zo dat per definitie een gebrek oplevert. Van belang is ook dat in deze uitspraak van de kantonrechter de verhuurder uiteindelijk kan worden veroordeeld tot het vervangen van het dubbelglas, omdat er specifieke omstandigheden aan de orde waren. Er was een omgevingsvergunning
voor isolatiewerkzaamheden verleend. Al aangevraagd en verleend dus. En deze omgevingsvergunning ziet op het vervangen van kozijnen, ramen en deuren en het aanbrengen van vacuümglas. En dat alles voor een bedrag van circa 37.000 euro. Dit betekent dus dat niet in elk afzonderlijk geval, of dat er niet in algemene zin kan worden gezegd dat het enkel glas als gebrek kwalificeert. Dat het dus per geval nog steeds moet worden bekeken. Dan nog enkele slotopmerkingen over het huurbeleid van demissionair minister Hugo de Jonge. En dat wordt in de media ook wel gezegd dat deze uitspraak daar haaks op zou staan. En dat is eveneens niet het geval. En daar wijt de kantonrechter ook nog een aantal woorden aan. En dan refereert hij met name aan de brief van de minister van 19 januari 2024. In deze brief, ik sta daar nog even kort bij stil, wordt aangegeven dat het beleid erop is gericht om het verduurzaming te stimuleren. Dat verhuurders worden gestimuleerd om dat te doen. En daarvoor zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. En er is ook normerend beleid. Per 1 juli, dat is dit jaar, althans dat is het streven, treedt de wet betaalbare huur in werking, waarin het woningwaarderingsstelsel op de schop gaat. En daarin zal worden meegenomen de slechte isolatie van woningen. Woningen die heel slecht zijn geïsoleerd, zullen bepaalde aftrekpunten krijgen en daardoor ook minder punten voor de verhuur opleveren. En waardoor dus ook minder huur in rekening gebracht kan worden. In de brief komt ook naar voren dat het integrale aanpak van verduurzaming leidend is. De beloning van het treffen van isolerende maatregelen is daar ook weer relevant voor. En die subsidieregelingen. Dus bij het treffen van meerdere isolatiemaatregelen tegelijk wordt er meer subsidie verstrekt. En dat komt de integrale aanpak, dus de totale verduurzaming van een object, ten goede. Ook zegt de minister, in de praktijk... wordt de verduurzaming veelal gekoppeld met groot onderhoud. Dat is sneller, kostenefficiënter. En dat brengt ook weer voordelen voor huurders met zich. Want dat levert ook weer een verlaging van energielasten op. In dat opzicht zegt de minister dat het onwenselijk is om enkel glas separaat als een wettelijk gebrek te definiëren. Want dan komt de nadruk daar veel te veel op te liggen en dat staat dan weer haaks op die integrale aanpak. Dat betekent niet, zoals de kantonrechter ook opmerkt, dat het kwalificeren of het beschouwen als enkel glas in een individueel geval als gebrek daar haaks op staat. Sterker nog, de minister wil juist enkel glas uit het leven roepen dat in veel gevallen juist wordt toegewerkt naar een betere isolatie van woningen. In dat opzicht staat dat dus niet haaks op elkaar en kan dat naast elkaar bestaan. Belangrijk nog wel, en dat is de laatste opmerking die ik maak over deze uitspraak, is dat het enkel in deze kwestie vaststond dat het enkel glas de integrale aanpak van de verduurzaming niet in de weg stond. De verhuurder had juist maakte juist onderdeel van de integrale aanpak. En dat werd daar en dat leidde dus ook, dat woog in belangrijke mate mee tot de conclusie te komen dat er sprake is van een gebrek dat door de verhuurder moet worden weggenomen. Ik zie dat er een aantal vragen zijn binnengekomen via de studio. Een van de vragen is of de uitspraak stand houdt in appel. Dat is terecht de vraag. De vraag is überhaupt of er hoger beroep wordt ingesteld. Dat is nog onduidelijk. Van Mango heeft daar, dat is de verhuurder in dit geval, heeft daar zich daar niet over uitgelaten. Omdat er zulke specifieke omstandigheden aan de orde zijn, is het ook maar de vraag of het zin heeft om in appel te gaan. Zoals ik al zei, is er in deze kwestie een omgevingsvergunning aangevraagd en ook verleend voor de verduurzaming. En
Ja, eigenlijk wijst alles erop dat hier verduurzaamd kan worden. Althans, het enkel glas door dubbel glas kan worden hersteld. Dus er zit ook al, en zoals ik al zei, bij de voorkant van de woning zitten al voorzetramen. En alles wijst erop dat de verhuurder hier bezig is met een verduurzaming van de woning. In hoeverre het dan zin heeft om in appel te gaan, is maar de vraag. Dan is er nog een vraag binnengekomen en die luidt: hoe ziet u deze beoordeling als er sprake zou zijn van bedrijfsruimte? Bij bedrijfsruimte is de gebrekenregeling deels regelend recht, dus dat is weer anders. Bij woonruimte is het dwingend recht, dus dat zijn wel twee aparte regimes. De vraag is ook... in welk model wordt gebruikt? Stel het ROZ-model wordt gebruikt, en dan zie je daarin ook naar voren komen dat er steeds meer aandacht komt voor verduurzaming. Als het tot hele hoge energiekosten leidt en dat ook haak staat op, stel het is winkelruimte en er moet heel hard worden gestookt om het behagelijk te houden in de winkel, ja, dan zal dat, gelet ook op deze uitspraak, ja, het huurgenot toch wel aanzienlijk kunnen belemmeren. Omdat ook weer haak staat op de doelen die wij hebben. Dus dat, in die zin zou dat gelijk getrokken kunnen worden. Bij kantoorruimte geldt ook tegenwoordig het energielabel C, de energielabel C verplichting. Dus er zijn een hoop aspecten bij bedrijfsruimte die bij de beoordeling van het gebrek ook zullen moeten worden meegewogen. Die zijn heel anders dan bij woonruimte, die nogmaals, zoals ik al zei, dwingend recht zijn. Ja, het kan ook zijn dat je als partijen bij bedrijfsruimte ook afspreekt dat je afwijkt van het wettelijk gebrek begrip. Dus dat soort omstandigheden zijn allemaal relevant. Het voert te ver voor dit online webinar, denk ik, om al die uitzonderingen en mogelijkheden te bespreken bij bedrijfsruimte. In deze zaak is het in ieder geval van belang om te onthouden dat het gebrek een hele ruime betekenis heeft en daarin dus ook die klimaatverandering kan worden meegenomen en het moet treffen van noodzakelijke maatregelen daartegen. Dat is in essentie het meest belangrijke om te onthouden aan deze uitspraak. En het is afwachten hoe andere rechters en hoe hiermee in andere zaken zal worden omgegaan. Ook gelet op de specifieke omstandigheden die nog altijd moeten worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een gebrek. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van dit online webinar. Ik wil graag bedanken voor uw aandacht en ook de gestelde vragen. En ook wil ik graag de AVDR bedanken voor het mogelijk maken van dit online webinar. Dank u wel. Fijne dag.